بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد geachte broeders en zusters in de islam, geachte volgers van Met, welkom bij deze lezing die de broeders vandaag hebben ingepland. En ik kan jullie vertellen dat zij helemaal uit Tilburg naar Den Haag zijn gereden om de lezing hier op te nemen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala hun rijkelijk belonen. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala elke stap die zij hebben ondernomen hier naartoe, mogen Allah subhanahu wa ta'ala hen daarmee in rannen verheffen, inshallah. Een zee zonder water, lucht zonder sterren, vis zonder water. Ik ben een moslim, maar ik bid niet. Hoe is het mogelijk? Zelfs bij het oplezen van deze zin, ik ben een moslim, maar ik bid niet, krijg je eigenlijk al een soort kippenvel. En begin je na te denken over hoe dat eigenlijk allemaal mogelijk is, dat iemand zegt, ik ben een moslim. Ik getuig dat niemand en niets het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah. En dat Mohammed de boodschapper is, maar vervolgens komt hij niet het grootste gebod binnen de islam na. Hoe is het toch mogelijk? Dat is een vraag die ronddwarrelde in mijn hoofd de afgelopen dagen, terwijl ik eigenlijk deze lezing aan het voorbereiden was. En ik begon werkelijk bij mezelf te raden gaan, wat zou de mensen, de moslims, ervan weerhouden om het gebed niet te verrichten en deze te onderhouden. Voor mezelf ben ik tot de conclusie gekomen dat het een aantal zaken kan liggen. In de eerste instantie aan het feit dat de mensen de waarde, dat de moslims die het gebed niet verrichten, de waarde van Allah subhanahu wa ta'ala en zijn verhevenheid niet inzien en deze onderkennen. Ten tweede denk ik dat de moslims die het gebed niet verrichten, niet weten wat de positie is van het gebed binnen de islam, nog op de hoogte zijn van de vruchten van het verrichten van het gebed. Ten derde denk ik dat de moslims die het gebed niet verrichten, de consequenties niet weten van het niet verrichten van het gebed. Dus ik schrijf het toe aan het verkeren in onwetendheid ten opzichte van deze zaak. En ik wil jullie daarom de komende minuten meenemen in een aantal zaken die betrekking hebben op deze drie hoofdpunten die ik zojuist heb opgenoemd. Ten eerste, dat degene die het gebed niet verricht, niet de waarde van Allah subhanahu wa ta'ala inziet. Want hoe kan iemand die beseft dat Allah subhanahu wa ta'ala verheven is, dat Allah subhanahu wa ta'ala almachtig is, dat Allah subhanahu wa ta'ala de schepper is, dat Allah subhanahu wa ta'ala de voorziener is, dat Allah subhanahu wa ta'ala de bestuurder is, degene die dit beseft en degene die de waarde van Allah inziet, hoe kan hij dan vervolgens het gebed niet verrichten? Degene die weet en beseft dat Allah subhanahu wa ta'ala tot alles in staat is en dat Allah subhanahu wa ta'ala hoeft maar te zeggen wees en het geschiet. Degene die beseft dat Allah subhanahu wa ta'ala zeven sterke hemelen boven elkaar heeft gebouwd, die geen pilaren behoeven om overeind te blijven, zo machtig en krachtig is Allah subhanahu wa ta'ala. Degene die dit beseft en de waarde van Allah subhanahu wa ta'ala inziet, hoe kan hij het gebed niet verrichten? Dus mijns inziens denk ik dat degene die het gebed niet verricht, de moslim die het gebed niet verricht, dat het ligt aan het feit dat hij de waarde niet inziet van Allah subhanahu wa ta'ala. Want was het wel het geval geweest, dan had hij het gebed wel verricht. Ten tweede, beste mensen, de moslims die het gebed niet verrichten, die weten niet wat de positie is van het gebed binnen de islam. En ze weten nog wat de vruchten zijn van het verrichten van het gebed. En daarom wil ik jullie daarin meenemen met een aantal passages uit de overleveringen en een aantal uitspraken van de vrome voorgangers om de positie van het gebed nogmaals te laten zien aan de mens en wat het gebed betekent binnen de islam. Ten eerste, beste broeder en zuster,
dien je te beseffen dat het verrichten van het gebed het grootste gebod is na het tawhid. Het tawhid, datgene waarvoor Allah subhanahu wa ta'ala de mensheid heeft geschapen. Tawhid, datgene waarvoor Allah de profeten heeft gezonden, de boodschappers heeft gestuurd en de boeken heeft geopenbaard. Dat grootste gebod, tawhid. Daarna komt meteen het gebed. Het gebed is het grootste gebod na tawhid binnen de islam. En dit benadrukt nogmaals wat de positie is van het verrichten van het gebed binnen de islam. Ten tweede, beste broeder en zuster, om nogmaals te benadrukken wat de positie is van het gebed binnen de islam. Zie je dat Allah subhanahu wa ta'ala de voorgaande profeten heeft bevolen om het gebed te verrichten. En dat zij gewoon waren om het gebed te onderhouden. Een voorbeeld, bijvoorbeeld Yunus alayhi salam. Daarover zegt Allah subhanahu wa ta'ala: فَلَوْلَا أَنْ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Was het niet dat hij behoorde tot de musabbihin? El musabbihin, dat zijn de mensen die Allah gedenken. En Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu arda heeft gezegd: El musabbihin betekent in dit geval al-musallin. Dus degene die het gebed verrichten. Dus was het niet dat Yunus alayhi salam het gebed niet zou onderhouden, dan zou hij nooit gered worden uit de buik van de vis waar hij zich in bevond. Dus Yunus alayhi salam verrichtte het gebed. Maar ook Ibrahim alayhi salam, toen hij zijn familieleden achterliet in Mekka en vervolgens zich wendde tot Allah subhanahu wa ta'ala en hij zei: Allah, ik heb een deel van mijn familie achtergelaten in een vallei zonder gewas, zonder planten. En vervolgens zei hij: liyuqimu s-salah, opdat zij het gebed zullen verrichten. Zakaria alayhi salam, toen hij bij Mariam binnenkwam en Mariam een aantal vruchten had voor zich die normaal gesproken niet in die seizoen groeide. En Zakaria alayhi salam, hij haar de vraag stelde: anna laki hada, hoe kom je hier aan? Vervolgens antwoordde zij: min indillah, oftewel het is afkomstig van Allah. Waarna Zakaria alayhi salam zich wendde tot Allah subhanahu wa ta'ala om hem te smeken om hem een kind te geven. En vervolgens heeft Allah subhanahu wa ta'ala de malaïka gestuurd naar Zakaria om hem de blije tijding mee te geven dat hij een kind zou krijgen. En in welke hoedanigheid, beste broeder en zuster in de islam, denk jij dat de malaïka Zakaria hebben gevonden? In welke hoedanigheid stond hij op dat moment? Hij was aan het bidden. Hij verrichtte het gebed. Naam, beste broeder en zuster in de islam. Het verrichten van het gebed was iets wat opgedragen werd aan de voorgaande profeten. En zij onderhielden deze nog. Om nogmaals de positie van het gebed te benadrukken, wil ik jullie meenemen naar een best wel pijnlijke moment voor de moslims en de islam. En dat is het moment wanneer zich eigenlijk de grootste rampspoed voltrok voor de moslims. Namelijk het overlijden van de profeet, vrede zij met hem. Toen hij op zijn sterfbed lag, heeft hij Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakr heeft hij opdracht gegeven om als imam te fungeren en het gebed te leiden. En toen op een dag, en dat was een maandag, was Abu Bakr voorgegaan in het gebed. Hij ging naar voren om het gebed te verrichten. En de moslims gingen in rijen staan. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die lag in zijn bed. En vervolgens haalde hij de sluier opzij, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. En hij keek zo in de moskee. En hij zag de mensen in rijen staan, klaar voor het gebed. En Abu Bakr die loopt naar voren om het gebed te leiden. En toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam deze beeld zag, dat de metgezellen klaar voor stonden om het gebed te verrichten en hij op zijn sterfbed lag, begon hij te glimlachen. En de mensen die waren ontzettend blij, want ze dachten op dat moment dat de profeet, vrede zij met hem, beter is.
En dat hij het gebed gaat leiden. En Abu Bakr die geen stapje terugnemen. Waarna de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen hem zei. Of hij richting hem wees. Blijf op je plek. Met andere woorden, verricht het gebed. Ik wilde alleen maar kijken hoe jullie in het gebed zullen staan. En hoe jullie rijen maken om het gebed te verrichten. Om voor Allah subhanahu wa ta'ala te staan. Naam, beste broeder en zuster in de islam. Het verblijde de profeet, vrede zij met hem. Om de mensen het gebed te zien verrichten. Hij, salawatu rabbi wa salamuhu alayh. Wiens laatste woorden waren. As-salah, as-salah. Het gebed, het gebed. Alleen dit al zou ons met z'n allen moeten motiveren om het gebed te verrichten en deze te onderhouden. Op het moment dat jij beseft dat de beste der schepselen, de beste onder de profeten, op zijn sterfbed als laatste heeft geroepen, as-salah, as-salah, het gebed, dan moet die toch iets in ons bewegen. Dan moet die toch in ons, dat moet dit ons motiveren om het gebed te verrichten, te onderhouden. En voor degenen die het niet verrichten om deze op te pakken. Wij claimen allemaal van de profeet vrede zij met hem te houden. Sterker nog, als we een enquête zouden houden onder de moslims. Of zij van de profeet vrede zij met hem houden. Dan weet ik zeker dat het resultaat zou zijn 100%. Iedereen houdt van de profeet vrede zij met hem. En als we echt daadwerkelijk van de profeet vrede zijn met hem houden, hoor deze woorden dan van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. As-salah, as-salah, het gebed, het gebed. En houd jij echt van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, verricht het gebed. Want beweren en claimen, dat kan een ieder doen. Maar die beweringen en de claims die wij doen dat wij van de profeet vrede zijn met hem houden, moeten bekrachtigd worden aan de hand van daden. En de grootste daad waarmee jij, beste broeder en zuster, kunt laten zien dat jij echt van de profeet vrede zij met hem houdt, is het verrichten van het gebed. En om nogmaals de positie van het gebed te benadrukken, want mijns inziens ligt het dus daaraan dat de moslims het gebed niet verrichten, dat zij niet weten en inzien wat de positie is van het gebed, wil ik het volgende zeggen. Wij moslims zullen tweemaal staan, of zullen in twee momenten staan voor Allah subhanahu wa ta'ala. Een moment in dit wereldse leven en een moment in het hiernamaals. En het opmerkelijke is dat de blijdschap die gepaard gaat met het moment van staan in het hiernamaals voor Allah subhanahu wa ta'ala, dus wat jou gelukkig of niet gelukkig kan maken, is afhankelijk van het eerste moment dat je staat voor Allah subhanahu wa ta'ala. En het eerste moment dat je staat voor Allah subhanahu wa ta'ala in dit wereldse leven is het verrichten van het gebed. Als jij het gebed verricht, dan sta je voor Allah. Dan zoek jij toenadering tot Allah subhanahu wa ta'ala middels dit prachtige gebod, namelijk het gebed. En als dit goed is, dit moment goed verlopen is en je hebt voor Allah subhanahu wa ta'ala gestaan en je hebt het gebed verricht, dan zul je zien dat dit goede consequenties met zich zou meebrengen voor het moment dat je nogmaals zult staan voor Allah subhanahu wa ta'ala in het hiernamaals. Laten we daar maar een keer over nadenken. Laten we maar nadenken over het moment van staan op dag des oordeels. De dag waarop de mensen bijeengeschaard zullen worden. De dag waarop de zon net boven de hoofden van de schepselen zal hangen. De dag waarop de mensen hun boeken uitgereikt zullen krijgen. De boeken die zij zelf hebben geschreven aan de hand van hun eigen daden die zij hebben gemaakt in het wereldse leven. Laten we aan dat moment denken. Zou je niet op dat moment gered willen worden? Zou je niet op dat moment uiteindelijk de oordeel willen horen of het oordeel willen horen, je mag naar het paradijs? Dat allemaal is afhankelijk van het eerste moment dat je gestaan hebt voor Allah subhanahu wa ta'ala in dit wereldse leven. Als het goed is, het gebed goed is, dan is de rest automatisch goed. Maar als het gebed niet goed is,
dan moet je je druk gaan maken en zorgen gaan maken, beste broeder en zuster in de islam. En wat ook de positie benadrukt van het gebed als verplichting, is dat het gebed zich onderscheidt van andere verplichtingen, daar het gebed verplicht is gesteld aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam, terwijl hij zich boven bij Allah subhanahu wa ta'ala bevindt, moet je je voorstellen. Alle daden die wij verrichten, alle verplichtingen die wij nakomen, of het nou het vaste is wat wij nu doen, of het uitgeven van de zakat, of het verrichten van de hajj, of alle andere geboden die Allah subhanahu wa ta'ala heeft geboden aan de mens, die zijn verplicht gesteld terwijl de profeet sallallahu alayhi wa sallam rondliep op aarde. Behalve het gebed. Het gebed is verplicht gesteld terwijl de profeet sallallahu alayhi wa sallam tijdens zijn hemelreis bij Allah subhanahu wa ta'ala was boven de zeven hemelen. En als dit iets wilt zeggen, dan zegt het wel iets over de waarde van het gebed. Dat het verplicht wordt gesteld boven. Terwijl de profeet sallallahu alayhi wa sallam bij Allah is. En dat Allah subhanahu wa ta'ala de profeet sallallahu alayhi wa sallam toespreekt. Zonder tussenkomst van niets en niemand. En hij vervolgens het gebed verplicht gesteld aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam, moet je voorstellen. Wat voor positie heeft het gebed wel niet binnen ons geloof? En dan nog heb je een aantal mensen die het lef hebben om te zeggen, ik ben een moslim, maar ik bid niet. Ik zou willen zeggen, en ik zeg het, schaam je. Schaam je dat je het gebed niet verricht. Vooral als je dit soort voortreffelijkheden van het gebed kent. En je weet wat het gebed inhoudt en je laat het na. Dan dien je je diep te schamen, beste broeder en zuster in de islam. Wat ook de moslims niet weten van het gebed, waardoor zij misschien het gebed niet verrichten, is dat zij de vruchten van het gebed niet kennen. Want het gebed is iets waarmee jij toenadering zoekt tot Allah subhanahu wa ta'ala. Maar het levert jou ook een aantal vruchten op. Een eerste vrucht, een overlevering van de profeet vrede zij met hem, waarin hij een vergelijking heeft gegeven aan de metgezellen. En hij heeft tegen hen gezegd, stel je eens voor. En ik wil dat jullie meeluisteren en dit voorbeeld van de profeet sallallahu alayhi wa sallam goed begrijpen. Hij zegt tegen de metgezellen, stel je eens voor dat iemand voor zijn deur een rivier heeft waarin hij zich elke dag wast. Stel je eens voor dat jij voor jouw deur een rivier zou hebben. En je zou elke dag in die rivier 5 keer jouzelf wassen. 5 keer per dag was je jezelf in die rivier. Blijft er iets van vuil op je lichaam? En dat was ook de vraag van de profeet sallallahu alayhi wa sallam richting de metgezellen. Blijft er iets van vuil op zijn lichaam? Waarna zij zeiden, nee, o boodschapper van Allah. Vervolgens zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zo ook het gebed. Die zorgt ervoor dat niet de fysieke vel weggaat, maar de vel van de zonde verdwijnt. Alleen dit al is een voortreffelijkheid en een vrucht, waarbij wij met z'n allen dienen stil te staan en dit goed dienen te begrijpen, want wij lopen allemaal met zonde rond. Niemand van ons is feilloos en niemand van ons is zondeloos. Maar in ieder van ons die wenst wel van die zonde af te komen en die zonde weg te werken. Wil je dat? Verricht het gebed. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, en zo ook het gebed. Die zorgt ervoor dat de zonde verwijderd wordt. En niet alleen dat. In een andere overlevering zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat de vrijdagpreek of het bijwonen van de vrijdagpreek tot de volgende vrijdagpreek, dat zorgt ervoor dat de zonden die tussen die twee vrijdagpreken zijn gepleegd, vergeven worden. Maar ook de 5 verplichte gebeden. De zonden die jij verricht tussen de gebeden, die worden vergeven aan de hand van het gebed die je daarna verricht. Moet je voorstellen wat voor gunsten je eigenlijk achterwege laat.
Dit mis je allemaal als je het gebed niet verricht. Dit laat je allemaal na. Dit zijn kansen die jij eigenlijk wegsmijt en waar niet naar omkijkt. Dit zijn allemaal mogelijkheden die jij, beste broeder en zuster, die het gebed niet verricht, aan je laars lapt. Mogelijkheden om in aanmerking te komen voor de vergeving van de zonde. De gebeden zorgen dat de zonden vergeven worden. Om nog een andere vrucht van het gebed te benoemen, beste mensen, is dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran: Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Oftewel, het gebed verdrijft het slechte en de verdorvenheid. Ook dit is iets wat wij moeten nastreven, dat wij weg willen blijven bij de zonden en bij de verdorvenheid. En het gebed en het onderhouden van het gebed helpt jou daarmee, beste broeder en zuster in de islam. Een andere overlevering. En de overleveringen als het gaat om de vruchten van het gebed zijn talloos. Ik beperk me tot een aantal. Een volgende vrucht, en dat is de overlevering van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarin hij heeft gezegd: vermeerderd het verrichten van sujud. Want waarlijk, elke sujud die jij verricht, zorgt ervoor dat een zonde vergeven wordt en dat jij beloning krijgt. Dat een zonde vergeven wordt en dat jij in status verheft wordt bij Allah subhanahu wa ta'ala. Kijk naar deze gunst, beste mensen. Elke sujud die jij verricht tijdens het gebed, zorgt ervoor dat een zonde verwijderd wordt, een zonde vergeven wordt. En dat jij in gradatie en een status stijgt bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dit kunnen we toch allemaal niet laten liggen, beste mensen. Een andere overlevering. Om nogmaals te benadrukken wat de vruchten zijn van het gebed. In de hoop dat ik mezelf en vervolgens mijn geliefde broeders en zusters in de islam overtuig van het belang van het gebed. Vooral degenen die het gebed niet verrichten. Een van de metgezellen, dat was Rabi'a ibn Ka'b, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah. Hij zei: ik sliep bij de profeet, vrede zij met hem. En op een dag kwam ik met water aanzetten, waar de profeet, vrede zij met hem, de wudu, de kleine wassing mee zou verrichten. En toen zei de profeet, vrede zij met hem, tegen mij: vraag mij iets. En toen zei Rabi'a: ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om u te vergezellen in het paradijs. Dus ik vraag om u te vergezellen in het paradijs. Samen te zijn met u in het paradijs. Waarna de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen hem zei. En verder, toen zei Rabi'a: ja, dat was het. U vergezellen in het paradijs. Een hoge ambitie op zich. Waarna de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd tegen Rabi'a: luistert goed. Om het belang van het gebed nogmaals te benadrukken en dat het ook een toegangskaartje kan zijn voor jou tot het binnentreden van het paradijs. Hij zei tegen hem: help mij middels het veelvuldig verrichten van sujud. Met andere woorden, als jij veelvuldig sujud verricht, dan zou dit een aanleiding voor jou zijn om het paradijs niet alleen binnen te treden, maar dat jij met mij in het paradijs zult zijn. Dit is slechts een glimp. Dit is slechts een greep uit de vele voortreffelijkheden en de vele vruchten van het gebed. Om daarmee de positie van het gebed te benadrukken en de vruchten daarvan weer te geven. In de hoop dat degene die het gebed niet verricht tot inkeer komt. Vooral in de maand van berouw. In de maand van het terugkeren naar Allah subhanahu wa ta'ala. Ten derde wil ik met jullie bespreken de consequenties van het niet verrichten van het gebed. Want ik denk, beste mensen, dat het daar ook aan schort op het moment dat jij het gebed niet verricht als zijnde moslim. Dan ben jij niet alleen op de hoogte van de positie van het gebed en de vruchten ervan. Maar wellicht ken jij de consequenties ook niet van het niet verrichten van het gebed. En daarom wil ik de laatste deel van mijn lezing met jullie stilstaan bij een aantal consequenties van het nalaten van het gebed. De eerste die ik met jullie wil delen is een vers uit de Koran.
een fragment uit de dag des oordeels. Op het moment dat de mensen van het paradijs hun plaatsen hebben genomen in het paradijs. En de mensen van de hel hun plaatsen hebben genomen in de hel. Voor eeuwig, voor de duidelijkheid. Dan zal er een vraag gesteld worden. Dan zal er een vraag gesteld worden aan de bewoners van de hel. En dat wordt vaker in de Koran gedaan. Een soort van een vernedering richting die mens. Er zal een vraag gesteld worden aan de bewoners van de hel die te maken heeft met het gebed. Want er zou tegen hen gezegd worden, Ma salakakum fi saqar. Oftewel, wat heeft jullie de hel doen binnentreden? Moet je voorstellen. Ik wil dat je het inziet en jezelf verbeeldt op die dag. En dat die mensen daar hun plaats hebben genomen in de hel. Met al haar verschrikkingen. En dat die mensen beseffen dat dit voor iets is wat voor eeuwig is. Voor altijd. Ze zullen daar voor altijd plaats nemen. En ze zullen er niet uitkomen. En zij vervolgens de vragen gesteld zullen krijgen. Ma salakakum fi saqar. Wat heeft jullie de hel doen binnentreden? Wat denk jij, beste broeder en zuster in de islam, dat zij als antwoord zullen geven? Zullen zij zeggen, we hebben de armen niet onderhouden, we hebben geen liefdadigheid uitgegeven? Zullen zij zeggen, we hebben niet goed gezorgd voor onze buren? Zullen zij zeggen, we zijn onze ouders ongehoorzaam geweest? Wat zullen zij als antwoord geven? Het eerste wat zij zullen zeggen, Lam nakum min al-musallin. Wij behoorden niet tot degenen die het gebed verrichten. Wij behoorden niet tot degenen die het gebed verrichten. Dat is de eerste zaak die zij kunnen benoemen. Daarvanuit de hel. Als zij gevraagd worden over de aanleiding waarom zij plaats hebben moeten nemen in de hel. Zij zullen het eerste wat zij zullen bedenken. Zij zullen zeggen, wij verrichten het gebed niet. En dat is de reden waarom wij hier plaats hebben moeten nemen. Ik wil dat je dit beseft en inziet. En deze consequentie goed onder ogen neemt, beste broeder en zuster in de islam. Een tweede zaak, of een tweede consequentie van het niet verrichten van het gebed. Is iets eigenlijk wat aan twee kanten snijdt, als ik het zo mag zeggen. Wat is een consequentie voor zowel dit wereldse leven als een consequentie in het hiernamaals? En dat is dat Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran zegt, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Interpretatie van de betekenis. En luistert goed naar deze woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Waarin hij zegt, en hij die zich afwendt van het gedenken van mij. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Hij die zich afwendt van het gedenken van mij, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En de beste manier waarop men Allah subhanahu wa ta'ala, waarmee men Allah subhanahu wa ta'ala kan gedenken, is het verrichten van het gebed. Degene die zich heeft afgewend van het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala en van het gebed. Wat zijn de consequenties? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Dit is de wereldse consequentie. Hem zullen wij een benauwde leven doen toekomen. In dit wereldse leven een benauwde leven. En je hoort vaak mensen klagen over het feit dat zij zich niet lekker voelen. En dat zij depressief zijn. En dat zij het leven zat zijn. En dat zij telkens weer die borstvernauwing eigenlijk ervaren. En dan stel je de vraag, verricht je het gebed? En dan zeggen zij nee. En dan zegt men op zijn beurt, logisch. Waarom? Je hebt je afgewend van het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Je hebt je afgewend van het verrichten van het gebed. Jou is een wereldse bestraffing in feite toegekomen. Waar Allah subhanahu wa ta'ala het over heeft. Hem zullen wij een benauwde leven doen toekomen.
Is het daarmee afgelopen? Met het benauwde leven? Nee. Er komt nog een hiernamaals. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En wij zullen hem, deze persoon, die zich heeft afgewend van het gedenken van Allah en met name van het gebed, zullen wij op dag des oordeels blind doen wederopwekken. Dus deze persoon zal op dag des oordeels blind wederopgewekt worden. En hij zou zeggen, Rabbi, o mijn Heer, lima hashartani a'ma, waarom heeft u mij blind doen wederopwekken, terwijl ik in het wereldse leven placht te zien, terwijl ik in het wereldse leven kon zien. En Allah subhanahu wa ta'ala zou tegen hem zeggen, kathalika atatka ayatuna fanasitaha. En zo ook zijn mijn tekenen tot jou gekomen. En jij hebt je ervan afgewend. En vandaag zullen wij jou in de steek laten. En vandaag zullen wij jou blind laten zijn. En vandaag zullen wij jou niet redden en helpen. Gelet op deze consequentie. Van zowel het wereldse leven als in het hiernamaals. Van het niet gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Vooral het nalaten van het gebed. Wat ook een consequentie is van het verrichten, van het niet verrichten van het gebed. En ik wil dat je ook dit even goed begrijpt en goed inziet. Weet, beste broeder en zuster in de islam, dat de geleerden met elkaar van mening zijn verschild over het oordeel van degene die het gebed niet verricht. Een aantal geleerden zijn daar heel duidelijk en stellig over en hebben daar ook de bewijzen voor. Dat degene die het gebed niet verricht, ongelovig is. Degene die het gebed niet verricht, is ongelovig. En je kunt tegen mij zeggen, waarom zeg je dit? Dit zijn niet mijn woorden. Dit zijn de woorden van de geleerden. En die geleerden die hebben het niet uit hun duimen gezogen. Maar het zijn overleveringen en verzen die ze gebruikt hebben om uiteindelijk tot deze conclusie te komen. Ik zal meer de vraag richting jezelf stellen. Waarom loop jij toch gevaar, beste broeder en zuster in de islam? Is het dan niet makkelijker om te gaan zeggen, ik pak mijn gebed op, in plaats van de discussie aan te gaan, gelovig of ongelovig? Wil jij die risico dan nemen? Het volstaat eigenlijk die persoon die het gebed niet verricht, een vernedering, dat de geleerden over hem van mening zijn verschilt, ongelovig of welgelovig. Ik ga hier ook geen uitspraken over doen. Ik laat het ook bij deze door de meningsverschil te presenteren aan jullie. Maar wat ik hiermee wil bereiken en zeggen, is dat het eigenlijk al vernedering volstaat voor degene die het gebed niet verricht, dat men over hem van mening verschilt, of hij wel of niet moslim is. Als ik jou, beste broeder en zuster die het gebed niet verricht, als ik jou op straat zou tegenkomen en ik zou jou niet kennen, en het eerste wat ik tegen jou zou zeggen, je bent geen moslim, word je boos of niet? Ja, zeker word je boos. Je zult misschien wel slaan, je zult roepen, je zult schelden, maar dit zijn de geleerden die dat zeggen. En daar zorg jij zelf voor, door het niet verrichten van het gebed. Dus wil je daar uitkomen, pak het gewoon op. En laten we eerlijk zijn. Hoeveel scheelt het van onze tijd? Op 24 uur. Laten we het even samen berekenen. Hoeveel verplichte gebeden hebben wij op een dag? 5 gebeden. Wat neemt 1 gebed in beslag? Als je het ruim neemt, 10 minuten. Dus 5 keer 10, 50 minuten. 50 minuten op 24 uur. Terwijl Allah subhanahu wa ta'ala jou heeft geschapen om hem te dienen. In feite is het doel van jouw bestaan in dit wereldse leven het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, zegt Allah. Ik heb de mensen en de djinn slechts geschapen om mij te aanbidden. Dat is jouw doel in dit wereldse leven. En dan komt het erop aan dat je 50 minuten, niet eens een uur, 50 minuten op een 24 uur moet inleveren
om het grootste gebod binnen de islam na te komen. En dan ben je lui. En dan ben je passief. En dan ben je aan het uitstellen. Hoe kan dat dan? En daarom begon ik ook mijn lezing door te zeggen: een zee zonder water, vissen zonder water, een hemel zonder sterren, zaken die niet kunnen, zaken die praktisch onmogelijk zijn. En zo ook, ik ben een moslim, maar ik bid niet, praktisch onmogelijk. En als je het toch doet, als je het toch voor elkaar krijgt om het gebed niet te verrichten, dan kan het alleen maar aan deze drie zaken liggen die ik zojuist benoemd heb. Of je ziet de waarde van Allah subhanahu wa ta'ala niet in. Degene die jou gemaakt heeft en geschapen heeft. Of jij weet niet wat de positie is en de vruchten van het gebed zijn. Of jij ziet de consequenties niet in van het nalaten van het gebed. En ik hoop middels deze lezing in ieder geval jou die het gebed niet verricht wakker te hebben geschud. Om in de maand van berouw terug te keren tot Allah subhanahu wa ta'ala. Dat jij nu bij jezelf te raden zult gaan. En nu is het genoeg. En nu is het voldoende. Ik heb inderdaad het gebed uitgesteld. En ik heb het gebed afgesteld zelfs. Ik heb het gebed niet verricht. Maar nu deze Ramadan is mijn begin. Is een nieuw mooi begin met Allah subhanahu wa ta'ala. Waarin ik nu richting Allah subhanahu wa ta'ala kenbaar maak. O Allah, ik pak het gebed op. En doe het, beste broeder en zuster in de islam. Pak het op en laat het niet na. Want het zou jou vruchten opleveren in dit wereldse leven. En het hiernamaals. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons daartoe in staat stellen. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons leiden. En met name onze jongeren die het gebed niet verrichten. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala het voor hen gemakkelijk maken. En dat zij het gebed zullen oppakken en nooit meer zullen loslaten. Jazakumullah khair voor luisterende oor. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ik heb nog twee mededelingen. En dat is deze. Wat houdt dit gebaar in? Lijk die pagina. Ja toch? Dat is één. Moslim Empowerment Tilburg. Lijk de pagina. Volg de pagina. Er zullen nog meer lezingen volgen, inshallah, op deze pagina. De broeders, ik heb de planning gezien. De broeders hebben hele mooie onderwerpen voor jullie uitgekozen. Hele mooie sprekers voor jullie uitgekozen. Zodat zij uiteindelijk jullie kunnen voorzien van de nodige kennis die jullie nodig hebben. Dat is één. Ten tweede zijn de broeders ook bezig met een module die binnenkort van start gaat. En dat is een module waarin jullie onderwezen zal worden hoe je de Koran op een juiste manier zult reciteren. Dus hoe je je recitatie kunt verbeteren. Voor meer informatie over deze module, dan kun je inshallah voor terecht op de Facebookpagina van de broeders. Zet hem op, like, deel, motiveer de broeders. Ze zijn gemotiveerd. Als je helemaal van Tilburg hier naartoe rijdt om een lezing op te nemen, dan ben je super gemotiveerd. Maar wij willen dat jullie ook gemotiveerd zijn en dat jullie deze broeders ook laten zien. We hebben een achterban, we staan achter jullie. Kom maar op met die kennis. We nemen het allemaal tot ons. En beter nog gezegd, we praktiseren het ook nog en we vertalen het ook nog naar de praktijk. Is er nog iets wat ik vergeten ben? Als ze echt geïnteresseerd zijn, moeten ze een WhatsApp bericht sturen. En als je nog meer geïnteresseerd bent, dan beneden in de reacties hebben de broeders een nummer van WhatsApp geplaatst. Stuur een bericht daarnaar en dan word je in de verzendlijst geplaatst, toch? Ja, ik zit er zelf ook in. Ja, ik zit er zelf in. Loopt goed, ik krijg altijd alle flyers en mededelingen en dat soort zaken, nieuwe evenementen, die krijg ik allemaal te zien en te horen. Vind je dat je gespamd wordt? Nee, valt wel mee, ik word niet gespamd. Ik vind het allemaal wel mee. Van af en toe kijk ik op status, dan zie ik dat Matt een flyer heeft geplaatst. Dan weet ik op een gegeven moment dat die en die lezing gaat geven. Is top, perfect. Houd je wakker, doe het. En wat scheelt het? WhatsApp nummer toevoegen, een berichtje sturen. Je zit in de verzendlijst en je wordt herinnerd van alle kanten om kennis te vergaren. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala van de broeders accepteren. Mogen Allah onze intenties allen zuiveren. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala over jullie waken. De zieken onder ons genezen. De overledenen in genade aannemen. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala snel deze coronavirus eigenlijk wegruimen. Zodat wij weer bij elkaar kunnen komen, inshallah. Ik weet, je bent aan het afronden, maar subhanallah, de kijkers zijn nu pas gekomen. En dan
er zijn een aantal vragen. Ja. Even een beetje interactief doen? Ja, tuurlijk, dat, geen probleem. Eentje zegt, ik bid niet, ben ik dan nog wel moslim? Ja, daar ging heel de lezing over. Ja, dat ging een beetje heel... De vraag is, ik bid niet, ben ik nog wel moslim? Ik heb gezegd, ik trek daar geen conclusie in. Het enige wat ik doe, ik heb jullie beide meningen voorgeschoteld. Er zijn een aantal geleerden die hebben gezegd, degene die het gebed niet verricht, die is ongelovig. En zij hebben daar ook hele concrete overleveringen over. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Een hele duidelijke overlevering waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam aangeeft, het verbond wat wij met hen zijn aangegaan is het gebed. En als degene die het gebed niet verricht, die is ongelovig. Andere geleerden hebben gezegd, degene die het gebed niet verricht is geen ongelovige, maar hij bevindt zich wel op de rand van de islam. Met andere woorden, je kan elke moment eigenlijk in ongeloof vervallen. Waarom? Want jouw dekking is weg. Jouw dekking is weg. Degene die, ik geef altijd het voorbeeld van de kickboxers. Alhoewel we weten allemaal wat de mening is van kickboxen, maar bij wijze van voorbeeld. Degene die in de boksering of in de kickboksering stapt en hij heeft geen dekking. Hoeveel geef je hem voordat hij knock-out gaat? Een paar seconden en hij valt neer. Jij als moslim zijnde die het gebed niet verricht, heb de dekking niet om jezelf te beschermen. En als je dat niet hebt, dan kun je op elk moment kun je in ongeloof vervallen. En daarom hebben die geleerden gezegd dus dat degene die het gebed niet verricht, ze hebben hem echt aan de rand van de cirkel van de islam geplaatst. Maar, nogmaals, wat ik net ook al aangaf, waarom moeten wij het zo ver laten komen? Ik heb gezegd, het zijn 50 minuten op 24 uur. En jij die degene die de vraag stelt, inshallah, ik hoop dat je wel het gebed verricht. En daar ga ik ook vanuit, want het is praktisch onmogelijk dat jij moslim bent en het gebed niet verricht. Zoals het praktisch onmogelijk is dat vissen zonder water kunnen leven. Maar stel je voor dat je dat niet doet. Waarom zul je het zo ver moeten laten komen dat er over jou een oordeel geveld wordt? Ben je wel moslim of geen moslim? Is dat nou zo interessant of is het nog interessanter dat jij weet wat de voordelen zijn van het verrichten van het gebed? En dat jij weet wat het gebed voor toegevoegde waarde heeft in jouw leven? En dat je weet dat het gebed jouw toegangskaartje zou zijn naar het paradijs. En dat je weet en beseft dat de eerste zaak waar je naar gevraagd zult worden op de dag des oordeels het gebed is. Als deze goed is, dan is de rest automatisch goed. Dit vind ik veel interessanter om naar te kijken en te luisteren en te beseffen dan de discussie te voeren over degene die het gebed niet verricht, wel of geen moslim is. Volgende. Ga ik dan naar het paradijs? Ga ik dan naar het paradijs als je het gebed niet verricht? Ja. Ik denk dat het antwoord wel duidelijk was, toch? Ik zou zeggen, wil je naar het paradijs, verricht het gebed. Zo makkelijk is het in feite. Dat is jouw ticket. Dat is jouw ticket, inderdaad. Zeg. Ja, Geer, inshallah. Mocht er vragen zijn over het onderwerp of iets wat ik gezegd heb, misschien een toevoeging mag ook, hoor. Ja. Een toevoeging of je denkt opmerking of je denkt... Zoals de oestad net aangaf, je zit op het randje. Ja. Inderdaad, je zit op het randje. Als je het gebed niet verricht. Maar goed, als er geen vragen meer zijn, dan gaan we het hier bij deze houden, toch, Gasti Mohammed? Ja. En dan zakum lach je voor luisterende oor. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم